De provincie Flevoland steekt 10 miljoen euro in de wereldtuinbouw tentoonstelling. Dat is gemeenschapsgeld en dat betekent dat alle inwoners indirect dus meebetalen aan de Floriade. Daarom moeten ook alle inwoners er de vruchten van plukken. Wij vinden de Floriade is een project van heel Flevoland. De provincie betaalt er ook fors aan mee. Het heeft mooie doelstellingen op het gebied van groen leven, van gezonder leven, gezonde voeding. Dus we vinden dat heel Flevoland gestimuleerd zou moeten worden om er in ieder geval de mogelijkheid te hebben om er heen te gaan. En dus kunnen Flevolanders een korting krijgen van 50%. In plaats van 79 euro voor een pas met onbeperkte toegang, wordt dan 39 euro betaald. Dat geldt dus voor alle Flevolanders. Ook voor degene die tegen het evenement zijn. Of je nou voor of tegen de Floriade bent, daar staat hij eigenlijk los van. Die Floriade komt er. Dan is het gewoon belangrijk dat de Flevolanders die hier ook aan meebetaald hebben, ook echt daar op zijn minst betaalbaar heen kunnen. Over de kosten van de Floriade bestaat al lange tijd discussie en onzekerheid. Wordt het financiële plaatje niet moeilijker als er kaartjes voor de halve prijs weggaan? Nee, integendeel, want hierdoor zal je wellicht mensen over de streep trekken die anders niet zouden gaan. Dus je gaat meer kaarten verkopen en het prijsverschil betaalt de provincie en dus niet de gemeente. Dus het draagt niet bij aan extra kosten voor de gemeente. De Floriade BV wordt ook niet op extra kosten gejaagd op deze manier. Nee, het zou eerder positief kunnen werken. Het voorstel om alle minima in Flevoland de mogelijkheid te geven om gratis naar de Floriade te gaan, werd door de statenleden afgewezen. De Partij voor de Dieren gaat nog wel proberen om dit voor de Almeerse minima voor elkaar te krijgen.